Ook vandaag rijden de trekkers af en aan door Opperdoes. En dan is het volgens buurtbewoners nu nog rustig. Deze parallelweg, even buiten het dorp, is het probleem. Die stopt namelijk hier. Daarom moeten agrariërs dwars door Opperdoes rijden als ze naar de Wieringermeer willen. Omwonenden worden er gek van. Ze rijden veel te hard en het graf gaat gewoon vreselijk tekeer. Het hele huis trilt. We hebben nu allemaal kozijnen vervangen door kunststof. Maar de oude kozijnen vervangen vanwege ook deze schade. We hebben nieuwe vensterbanken erin, nieuwe dorpels erin. Die waren allemaal gescheurd vanwege de trilling. Zo erg is het? Ja. De spanningen liepen de afgelopen jaren behoorlijk op. Zo werden passerende boeren zelfs meerdere malen beschoten met een luchtbuks. Hoe diep de frustratie zat, bleek wel toen we in 2012 een reportage maakten over de beschietingen. Ik vind het heel goed dat dat gebeurd is. Dus dan een goede oplossing schieten, hè? Ja. Weet je wat, kent u doorgaan? Ja? Dan hebben jullie ook een probleem. Want wij pikken dit namelijk niet. Maar dit alles moet tot het verleden behoren. De provincie heeft aangekondigd de parallelweg door te trekken naar de Wieringermeer. En daardoor hoeven de boeren niet meer door het dorp te rijden. Een stuk rustiger wordt het en veiliger met name. Dat is geen trammeland meer. Geweldig, we hebben het net vanmorgen toevallig gelezen op Facebook. Maar ja, eigenlijk nog weer 2 jaar te laat. Want inderdaad, voor het zover is moet iedereen nog wel even geduld hebben. Pas in 2018 wordt begonnen met de wegwerkzaamheden.